Bonocchi. Het gaat verkeerd. Ja, kan je het horen? Oké. Bonocchi en welkom bij de lezing van Dr. Margot Groenewoud over Curaçaose naïven in hun tijd en omgeving. Denken over cultuur en erfgoed over de periode 1940 tot en met 2010. Deze lezing hebben wij speciaal georganiseerd in verband met de tentoonstelling Naïven bij het Curaçaos Museum en meer. Die is tot 4 december bij ons in de Meesterzaal te bewonderen. De Meesterzaal is achter u. Het werd hoog tijd voor de en meer. En kunsthistoricus Margot Groenewoud gaat ons meer over de naïeve kunstenaars vertellen. Onder andere het culturele klimaat waarin ze werkten, hoe er werd gedacht over kunst, cultuur en erfgoed, en in welke mate was er aandacht voor het Caribisch cultureel eigene. Het Curaçaos Museum gaat in samenwerking met UniArte deze lezing opnemen om het later voor een breder publiek online beschikbaar te maken. Dus houd onze social media en websites in de gaten. Ik geef nu graag het woord aan Dr. Margot Groenewoud. Dank Julien, bestuur, aanwezigen. Ik begin maar gelijk met iets historisch. Ik ben in 1987... 1987 naar Leiden gegaan om kunstgeschiedenis te studeren. Tegelijk met koning Willem-Alexander, die ging geschiedenis studeren. En ik wil geen verband suggereren, maar na een jaar ben ik overgestapt naar geschiedenis. En ik sta hier dus als historicus. En dat is ook wel relevant, het is niet om te corrigeren, maar het is ook wel relevant. Want de lezing vandaag is ook echt een historische lezing. Het is het werk van een historicus. En ik hoorde net van Saskia Lukman dat zij ook een lezing heeft gegeven, ooit ook al over de naïven, maar dan wel als kunsthistorica. Dus we vullen elkaar mooi aan. De oorsprong van de aanleiding eigenlijk van deze lezing was een gesprek dat ik hier had. Dat we hadden over onderzoek dat ik heb gedaan en nog steeds doe in het kader van het project Traveling Caribbean Heritage. Dat is een grote onderzoeksgroep, onderzoekers van de Antillen en uit Nederland, gefinancierd door het Nederlands Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek, NWO. En binnen dat onderzoek heb ik zelf dus binnen deze publicatie die begin volgend jaar verschijnt, heb ik een heel hoofdstuk geschreven over dit thema. Dus een geschiedenis van cultuur en erfgoedbeleid op de Antillen. En we spraken daarover in relatie tot de tentoonstelling nu, omdat het eigenlijk over precies dezelfde tijd gaat, midden vorige eeuw met name. Gaandeweg, ja, dan ga je natuurlijk je afvragen, zit er nou een aansluiting op het werk van de Curaçaos naïven? In wat voor tijd, in welke omgeving werkte zij eigenlijk? En zie ik dan ook een aansluiting op de dingen die ik als historicus daarover gevonden heb? De reden dat ik überhaupt dat onderzoek ben gaan doen in het kader van dat boek is omdat als je kijkt naar de geschiedschrijving van Curaçao, dan zie je dat er heel erg de nadruk ligt op de geschiedenis van STICUSA. Dus de Stichting Culturele Samenwerking Suriname en Antillen. Die werd kort na de Tweede Wereldoorlog opgericht om dus culturele uitwisseling te stimuleren. En dat is een beetje een soort van misgelopen. Daar kom ik ook nog wel aan toe. En daar is redelijk veel over gepubliceerd. En dan ook in die context de rol van Nederland. En dan voelt u hem misschien wel aankomen, de rol van Nederland als allesbepalend, normstellend. Dit is kunst met de grote K, dit is cultuur. En het wordt tijd dat jullie op de Antillen dat een beetje gaan begrijpen. Nou, het is natuurlijk ook heel erg de moeite waard om daarover te schrijven. Iets anders waar veel over geschreven is, is monumentenzorg. Hoe dat allemaal gegaan is, u kent die boeken waarschijnlijk wel. Maar wat ik me dus afvroeg is, oké, er is dus heel veel aandacht voor dat koninkrijksverband en die uitwisseling in het koninkrijk.
Er is ook veel aandacht altijd voor antillianisering. Het beeld dat na de geweldsuitbarsting van 30 mei 1969 een grote emancipatie op gang kwam. En met name ook in het culturele veld zie je daar dan de impact van. En ergens zat mij dat niet helemaal lekker. Ik had toch het gevoel van ja, wanneer ontwikkelde zich dan dat denken over het cultureel eigenen zich. En we kennen de highlights wel, we weten wel een trio perennaal, dus de literatuur van de jaren 30 in Papiamento. De grote lijnen zijn wel bekend, maar dat zegt nog niks over hoe er bijvoorbeeld in het beleid daar iets van terug te zien is. Hoe ook vanuit de overheid dan gezegd wordt, we gaan daar ook in investeren. En datzelfde geldt dan ook voor de Caribische context. Want er gebeurde om ons heen natuurlijk ook van alles en nog wat. Niet alleen op de andere eilanden, de andere Nederlandse eilanden. Maar ook breder in het Caribisch gebied had je overal emancipatiebewegingen. En werkten we daar dan mee samen. Dus vanuit die twee vragen ben ik gestart. Nou, als ik die achtergrond combineer, dan wordt de vraag voor deze lezing van deze prachtige naïeve, als u nog niet gekeken heeft, ben een paar weken geleden geweest, zeer de moeite waard. Hoe werd er eigenlijk in die tijd dat zij opkwamen, dat zij hier werkten, gedacht over kunst, cultuur en erfgoed? En in welke mate was er aandacht in die tijd en in die context ook voor het Caribisch cultureel eigenen? Want naïeve schilderkunst is natuurlijk niet alleen iets van Curaçao. Ik heb ervoor gekozen om niet echt in te gaan op wat naïeve schilderkunst is. Ik weet niet of daar behoefte aan is. Even, of iedereen kan het wel plaatsen. Zo ongeveer. Oké. Kijken we in de geschiedenis en kijken we naar bronnen die ons iets vertellen over cultureel denken, dan is dit een heel mooi moment. Een lezing, een toespraak van Moisés da Costa Gomes in 1939... in Sociëteit de Gezelligheid, op de bovenverdieping gelegen van het Peña-gebouw. En daar vond een boekententoonstelling plaats waarbij Moisés da Costa Gomes, en u zag hem net ook al op de titelslide in blik afgebeeld, de man tweede van links. En hij gaf aan hoe belangrijk die tentoonstelling van letterkundige en geschiedkundige werken was voor de opbouw van een nieuwe cultuur. Het is natuurlijk interessant als een politicus gaat spreken over een nieuwe cultuur. En hoe ziet hij dat dan? Hij ziet het als van belang om het Curaçao's eigene van vroeger en het moderne nieuwe samen te brengen. En hij zegt dan tussen de polen van het eigene en het nieuwe zoeken wij het nieuwe eigene, een nieuwe cultuur. Bescheiden en aangepast aan de kleine wereld waarin we leven. En prachtig citaat, ook als je het een beetje filosofisch beschouwt, als je kijkt naar hoe bijzonder Moisés da Costa Gomes was als politicus, omdat hij hier ook heel duidelijk laat zien dat hij niet een dualistisch denker was. Het was niet het een of het ander, maar hij heeft op verschillende punten, natuurlijk ook met zijn rechtsopvatting, heel erg een soort derde weg gevonden. En dat heeft hij dus ook bepleit op het gebied van cultuur. Niet het een, niet het ander, maar iets nieuws. Natuurlijk was dat een belangrijke periode in de geschiedenis van Curaçao. De Tweede Wereldoorlog en daarin de aanloop naar een nieuw bestuur. De vooruitzicht mogelijk van onafhankelijkheid of juist niet, autonomie binnen het koninkrijk. Bracht ook met zich mee een heel nieuw statuut, een nieuwe juridische context, heel nieuw ambtelijk apparaat en hele nieuwe vragen voor het eiland. Wat willen wij dan voor beleid? Wat willen wij voor cultuurbeleid? Dat zal ik als eerste behandelen, periode van 1940 tot 1961. Daarna komt er een periode, ook weer van 20 jaar, waarin je ziet dat er institutionalisering plaatsvindt. En niet alleen op de eilanden, maar ook in een regionaal verband en ook in internationaal verband. We sluiten ons aan op grotere organisaties, je krijgt wetgeving, dingen worden wat meer vastgelegd. En tot slot, decentralisatie, ook door
Bijvoorbeeld het afscheiden van Aruba, daar kom ik straks wel op. Maar ook professionalisering van het cultuurveld. En niet te vergeten ook het feit dat Willemstad UNESCO werelderfgoed wordt in 1997. Dat zijn de drie grote blokken waarin ik vandaag dus even door de geschiedenis van cultuur- en erfgoedbeleid wil springen. Om dus aan het eind weer terug te komen bij de naïven. En te kijken waar plaatsen we dat dan? En waar plaatsen we ze hun grote rijke erfenis? In de jaren 40, in de oorlogsjaren, was al duidelijk dat er veel zou gaan veranderen. Door de toespraak onder andere van koningin Wilhelmina. En er is toen een commissie ingesteld die onderzoek moest doen, dat staat er heel klein onder, naar de in het staatsdeel Curaçao, dat zijn dus alle eilanden, levende politieke opvattingen en wensen ter voorbereiding van de Rijksconferentie. En dat rapport verschijnt in 1946. In 1948 is er dan een paar dagen voor de geboorte van dit museum in Den Haag een grote Rijksconferentie waarin de kaders voor het nieuwe land worden geschetst. Nou, de voorzitter daarvan is de Latrey Ellis, een hele interessante figuur. U ziet hem hier op een foto van, gemaakt door zijn goede vriend Johan Hartog, die ook nog voorbij komt. En het zijn ook allemaal namen die u straks op het plakkaat ziet als u weer naar huis gaat. Allemaal betrokken bij de oprichting hier. De Latrey Ellis zegt dan, natuurlijk niet op persoonlijke titel, maar in zijn rapport, er is weinig animo voor cultuurbeleid of cultuurpolitiek. Aangezien het onmiskenbaar is dat er tekenen zijn die wijzen op een gebrek aan interesse om zich te ontwikkelen bij het Curaçaose volk. Je zou het gezegd krijgen. Dan is er de historicus Johan Hartog. Ik ben het vaak niet met hem eens. Maar hij heeft af en toe wel iets interessants gezegd. In een brief aan Sticuza, ik geloof 6 kantjes lang, 1 grote klaagzang, gaat hij ook in op de politieke wil. En daar heb ik heel weinig over gevonden in de archieven. Was er nou eigenlijk een politieke wil om echt vanuit de overheid te gaan sturen op cultuur? Je zou dat verwachten met de vorming van een nieuw land. Ik heb daar heel weinig over gevonden. Hartog zegt, er is wel interesse, maar wees niet te optimistisch. Het is een vrijwel onmogelijke opgave. En hij wijst dan op het feit niet, hij wijst niet naar de bevolking die daar niet aan toe is of helemaal daar het vermogen niet voor heeft, maar wat je een beetje zou verwachten bij hem. Maar hij wijst op het feit dat er sprake is van mercantiele en aanverwante overwegingen die heel erg veel invloed hebben op wat er gebeurt op het eiland. Met andere woorden, mercantiel, de negoties, de ondernemers, het bedrijfsleven, die bepalen wat er hier gebeurt en de rest is bijzaak. Daar gaan we het natuurlijk ook nog over hebben. Uiteindelijk komt er dat statuut in 1954. En dat statuut is heel voorzichtig, heel beperkt ook over wat er dan cultureel moet gebeuren. Er staat in een paar artikelen dat als het gaat om culturele en sociale betrekkingen, dat er zoveel mogelijk overleg plaats dient te vinden. Ja, er zit hier een jurist in de zaal. Ik vind het niet echt stevig omschreven. Je kan er alle kanten mee op. Wie bepaalt dan dat je dat doet, dat het zoveel mogelijk is? Maar in elk geval was er wel een juridische basis voor Sticuza en later ook voor de Adviesraad voor Culturele Samenwerking. Want daar moest wel een grondslag voor zijn in het statuut. En dat zijn dan deze verwijzingen. Nou, nu heeft u een beetje de context van die eerste naoorlogse jaren. En dan kom ik wat dichter bij de personen die daar een rol in spelen. En ik ga natuurlijk heel veel mensen vergeten vanavond die ook het hadden verdiend om hier genoemd te worden. Maar dit is toch wel een die ik niet kan missen. Collard de Brot. Hij wordt in 1948 naar Curaçao gehaald om in opdracht van Sticuza het cultureel centrum Curaçao van de grond te tillen. En het interessante is dat uit dan de archiefstukken blijkt dat hij daar echt eisen bij heeft gesteld. Hij heeft gezegd, de eilanden beschikken over een eigen cultuur. En ik zeg daar zelf bij wel degelijk. Hij zou dat niet hebben hoeven stellen als het voor iedereen evident was. Maar hij zegt dus, de eilanden beschikken over eigen cultuur. En daarom kom ik alleen om dit te doen, onder 2 voorwaarden.
We moeten starten met een inventarisatie van cultuur. Dus niet ervan uitgaan dat we allemaal weten dat dat folklore is en dit echte kunst. Nee, we moeten met elkaar gaan werken aan een inventarisatie. En we moeten niet alleen contacten met Nederland, maar ook die in de regio ontwikkelen. Overigens duurt het dan nog 12 jaar voordat de Brod zelf een culturele reis maakt door het Caribisch gebied. Hij had zelf helemaal niet gereisd, maar hij had wel dat standpunt van de blik niet alleen naar Nederland. We moeten dat gaan openbreken. En je ziet het ook terug in de statuten en daarin wijkt het CCC af van de andere culturele centra, bijvoorbeeld die op Aruba, die dus heel expliciet zeiden, we gaan ons verrijken met westerse cultuur. Maar op Curaçao was het eerste artikel luidde, het doel van CCC is Curaçao kennen in zijn omgeving. Dus eigenlijk best radicaal, best een stap vooruit. En hij gaat dan nog verder, hij richt allerlei contactcomité's in voor alle eilanden, georganiseerd naar taal en apart ook voor Latijns-Amerika. En die bemenst hij met allemaal lokale mensen. En u kent vast wel het fenomeen dat je op zoek bent naar mensen en dan opeens zit je met een commissie en denkt, het zijn alleen mannen. En als je erop aangesproken wordt, dan zeg je, ja, maar er waren geen vrouwen. En datzelfde gold natuurlijk ook voor de Nederlanders op het eiland. Het was makkelijk in bepaalde functies om aan Nederlanders te komen. Maar het is indrukwekkend om te zien, als je de archieven induikt, hoeveel eigenlijk perfect geschikte lokale intellectuelen, zo wordt het dan genoemd, er waren die hier een rol in konden spelen. En de Brod maakt daar gebruik van. Ik heb deze foto gevonden in het archief van de persoon die rechts afgebeeld is, u vast bekend. Ja, Mea Rikes, ja. Ja, en dat is een naam die een persoon die heel veel juist ook voor de naïeve heeft betekend. En dit komt uit haar privéarchief. Ik vind ze zo lief daar naast elkaar staan. Ik dacht, ik doe deze foto er maar bij. Maar natuurlijk ook omdat Mea Rikes in al die commissies een plek had, wat echt heel bijzonder was. En niet alleen omdat er dan nog een vrouw moest of omdat ze toevallig uit een bepaalde familie kwam, maar echt op haar merites. Een vraag die steeds weer boven komt drijven als je met dit onderwerp bezig bent, is, was het nou echt zo dat tot de jaren 70 het cultuurbegrip elitair was? En natuurlijk als je door Emmastad rijdt en je weet dat daar een grote bioscoop was, of het toneelpodium. Je kent de verhalen van het was wel toegankelijk voor die en het was niet toegankelijk voor die. Je moest in Emmastad wonen om naar dat toneel te gaan. En ook dit museum, daar is ook vaak over de collectie hier gesproken als, ja, in die tijd, wat moet Curaçao met al deze elitaire kunst? Dus dat is een bekende discussie die altijd gevoerd is. Maar ik denk dat we te weinig kijken naar wat er nog meer gebeurde op het eiland. En ik weet niet wie van u deze dame herkent. Ziet er nu iets anders uit? Ja, ik hoor hem. Ja. Lucille Hazet-Berry in haar jonge jaren. Achter de microfoon van de Curom. En de Curom vermeldt dan, of het was een groot stuk in Amigo, en er wordt erbij vermeld dat ze charmant was en zeer technisch begaafd. Maar ze deed ook nog iets anders dan aan die knoppen zitten en charmant zijn. Want ze had een heel cultureel programma, ook met Louise Daal, waarin ontzettend veel eigen cultuur podium kreeg. En dat was een heel populair programma. En ik heb heel veel met Lucille daarover gesproken. En ik heb haar eerlijk gezegd een beetje moeilijk gemaakt om echt boven te krijgen van Lucille, was dat echt voor iedereen? En ze zei ja, ik kreeg reacties van oost naar west. Hè. Iedereen luisterde daarnaar. En nu moet ik volgens mij een beetje op mijn tijd gaan letten, want ik zit veel te veel uit te wijden. Is het te volgen? Ga ik te snel? Ja? Tien over half zeven? Oké, ik ga speeden.
Maar het interessante is ook dat deze periode, ik ga straks sneller door de periode, dus ik heb hier ook echt bewust wat langer bij stilgestaan. In de jaren 40 en 50 zie je op Curaçao dat er eigenlijk heel veel plaatsvindt als het gaat om cultuurbevordering. De Jolly Fellow Society was heel erg sterk gericht op het bereiken van een brede groep jongeren om ze cultureel te ontwikkelen. Radio was bewust, kijk naar de statuten van de Curon, kijk naar hun programmering, gericht op alle bevolkingsgroepen. Er gebeurde heel veel op het gebied van papiamentstalig toneel, literatuur, allerlei activiteiten. En dan was er ook het sociaal-cultureel buurtwerk, waarin het ging om bevordering van culturele zelfwerkzaamheid. Het is natuurlijk allemaal een beetje oudbakken taal, het is een beetje paternalistisch, maar het gebeurde wel. Gefinancierd door het Prins Bernhard Cultuurfonds overigens, die hier een enorme rol in heeft gespeeld om cultuur aan te jagen al vanaf de jaren 50. Van belang volgens Wim Rutgers, en ik vind het een heel interessante these, is dat de economische terugval, er wordt op Curaçao niet zo veel over gesproken, maar we hebben een enorme clash gehad eind jaren 50, heel veel ontslagen, heel grote terugval. Dat betekende dus ook dat de invloed van de Nederlandse cultuur hier en de Amerikaanse cultuur op Aruba, dat die culturele beïnvloeding ook terugliep. Ik heb trouwens het boek van Pierre Laufer, over Pierre Laufer erbij gezet. Wie het niet gelezen heeft, zeer de moeite waard om echt helemaal in die tijd onder te dompelen. En wat er allemaal gebeurde in die tijd. Als je kijkt naar monumentenzorg was Henriques groot van belang. Percy Henriques zat in het bestuurscollege onder Moisés da Costa Gomes. Wilde heel veel gaan doen op het gebied van cultuur, van monumentenzorg. Was zo slim om, terwijl hij dat helemaal niet het belangrijkste vond, maar politiek steeds te zeggen, we moeten dat doen voor het toerisme. Want ik kom in de archieven ook steeds weer tegen dat als een toerist zegt, bij de Swinging Lady zit dat kabeltje zit in beeld van mijn mooie foto, dan vind je daar een brief over. Want dat moet dan weggehaald worden, want de toerist gaat voor. Dat zie je steeds weer. Hij had weinig succes en het is interessant om te kijken waarom dat zo is. Ik vind zelf de uitleg van de chef-kabinet in een memo uit 1952 heel interessant, want die zegt wat die groep wilde, en dat is eigenlijk heel normaal in monumentenzorg, is het hele stadsbeeld aanpakken. Dus niet alleen losse huizen, maar echt bezig zijn met het stadsbeeld, integraal. En dan grijp je in op particuliere belangen. En dat lag heel gevoelig op Curaçao. Om aan een eigenaar of eigenaars van panden medewerking te gaan krijgen voor zoiets groters. En toch ontstaat er beweging met de oprichting van de Stichting Monumentenzorg. En dan zie je iets wat je vaker ziet op Curaçao, dat wat institutioneel niet echt lukt, wel lukt in de samenleving zelf door bepaalde samenwerkingen. De Stichting Monumentenzorg start met restauraties van landhuizen, met financiering van Sticusa, maar ook van het lokale bedrijfsleven en ook van de overheid. En heel interessant is dat bijvoorbeeld onder voorzitterschap van Frans Kerner, die zeer cultuurminnend was, heel erg gezocht wordt naar een balans. Een balans tussen economische waarden, culturele waarden. Dus in die groepen in de samenleving gebeurde wel degelijk van alles. Het is niet zo somber dat er niks gebeurde of dat er geen gedachten waren over cultuur, maar het was steeds weer het vinden van een goede balans, typisch voor een klein eiland. Wat ook van belang is geweest in deze periode voor een aantal initiatieven, bijvoorbeeld voor de versnelde komst van Telecurazao, was dat er hoofdpijn was in Nederland over de invloed van Venezuela. En dat bleek bijvoorbeeld toen de oprichter van dit museum, Chris Engels en zijn vrouw, Lucille Boscaljon, een tentoonstelling in Caracas hadden. En gelijk vanuit Venezuela, allerlei snerende berichten kwamen zelfs op de voorpagina van de Nationale Krant. Van kijk die Hollanders nou brengen ze toch nog een echte koloniale. De kolonie brengt nog een eigen schilderkunst voort. En dat deed echt pijn. Je zou kunnen zeggen, wat doet het ertoe, maar dat deed echt pijn.
Reining, een minister van OCW, is gaan praten in Venezuela en kreeg daar ook bevestigd dat er echt bewust sprake was van culturele penetratie. Dus Venezuela heeft heel bewust met zijn televisiezender gericht op de eilanden hier, om de bevolking hier warm te maken voor het Spaanse culturele klimaat. En op die manier een beetje weg te halen bij de Nederlandse banden. Dan ga ik naar de volgende periode, 1961. In die tijd zie je dat er echt een kentering plaatsvindt. Dat die eenzijdigheid die je nog wel een beetje zag in het beleid vanuit Sticusa, dat die verandert. Er komt een adviesraad voor culturele samenwerking die van alles en nog wat gaat doen en daar ook wel succesvol in is. Daar zit Meijenriekes ook in. Er komt een bureau cultuur en opvoeding, dus voor het eerst ook vanuit de overheid een coördinerende rol. En Nederland speelt, dat vind je ook niet echt in de boeken, maar best een actieve rol in de Caribbean Commission. Niet echt uitgesproken op cultureel gebied, maar het was dus niet zo dat de bestuurders vanuit Curaçao alleen maar met Nederland bezig waren. Zij maakten ook deel uit van een Caribisch verband. Iets anders dat duidelijk laat zien dat er sprake is van een omslag, en ook in eerder onderzoek dat ik deed naar bijvoorbeeld de rol van de katholieke kerk op dit eiland, zie je dat 1961-62 echt een omslagpunt is geweest in de hele mentaliteit op het eiland. Dat daar het bewustzijn echt begint te groeien van wat is onze cultuur. Dit vond ik ook in het archief van Meijenriekes, eerste dag zegels van cultuur op Curaçao. En dan zie je dat dat een heel veelzijdig beeld is, waarin ook de Afro-Curaçaose elementen als culturele elementen worden gepresenteerd. Wat wel interessant en belangrijk is, is dat er nog steeds geen overkoepelende visie was. Beleid kwam er pas in 1981. Er zijn in de late jaren 60 wel hele snelle ontwikkelingen, en ik heb ze hier op een rij gezet. Er komt eindelijk geld op de eilandelijke begroting voor cultuur. 10.000 gulden om precies te zijn. En dat wordt bekendgemaakt bij de opening van de eerste tentoonstelling van Ocalia. Dan in de openingsspeech geeft de minister aan, we gaan nu voor het eerst geld reserveren voor cultuur, 1967. AINA, wat nu naam is, wordt opgericht. Er komt een Cole de Brotprijs, oprichting Centro Pro Arte, Nationaal Archief en ook een Curaçaose Academie voor Beeldende Kunsten. Dus eind jaren 60 gebeurt er heel veel. En dan is er natuurlijk 30 mei. Ik denk dat ik hier nu heel kort bij stilsta gezien de tijd. Wat ik wel wil aangeven is, het is voor mij onbegrijpelijk dat hier niet veel meer onderzoek naar gedaan is. Ik zou er graag mijn tanden in zetten hoe er door een Amerikaanse stedenbouwkundige al kort na 30 mei een heel plan is gemaakt voor het herinrichten van de stad. Waar eigenlijk maar heel weinig mensen, 3 om precies te zijn, bij betrokken waren. Dus hoe je om moet gaan met Brionplein, hoe je om moet gaan met het enorme gat dat geslagen is voor de aanleg van de brug. Een enorme ingrijpende dingen in het erfgoed. En dan komt er dus een Amerikaan die daar even een plan voor maakt dat vervolgens ook uitgevoerd wordt. Helaas, gezien de tijd, want we zitten met COVID, hou ik het kort. Maar dit is een ontzettend interessant dossier om verder naar te kijken. Dan komen we bij de jaren 70. Natuurlijk is het zo dat na 30 mei een grote sociaal-culturele opleving kreeg. Emancipatie. Ik ben de laatste die dat zou ontkennen. En je ziet dat ook terug. En niet alleen bij ons, maar ook bijvoorbeeld UNESCO gaat natuurlijk niet door 30 mei. Maar in die hele tijdperk gaat het cultuurbegrip aanpassen. Gaat zich veel meer richten op culturele identiteit en op culturele democratie binnen cultuur. Dus is iedereen gerepresenteerd in wat we cultuur noemen. Carifesta wordt opgericht, Curaçao doet pas in de jaren 80 mee. En heel belangrijk is dan ook de intrede van de lokale professionals. En dan zie je dus een enorme verandering in ook de archiefstukken. De toon verandert totaal. Onder de
De tijd dat je nog heel veel te maken had met Nederlandse technische bijstanders, was de taal heel technisch en operationeel. Met de komst van eigen archeologen, antropologen, zie je gelijk dat het hele archief voelt gelijk als van hier. Je krijgt een heel andere streven, veel meer ontwikkelingsgericht en ook veel meer zelfbewust. En wat ik nu presenteer is eigenlijk, denk ik, het verhaal dat we het meeste kennen. En dat is het verhaal dat na die antilialisering, na die emancipatie in de jaren 70, je in de jaren 80 cultuurbeleid krijgt. Er komt een document dat uiteindelijk 20 jaar het cultuurbeleid bepaalt. En dat heet Met eigen geest in eigen lichaam naar de onafhankelijkheid. We vergeten dat vaak, maar er was in de jaren 70 echt druk op de eilanden om onafhankelijk te worden. Onder invloed natuurlijk van de onafhankelijkheid van Suriname. Als Suriname dat kan, gaan jullie dan ook maar. En dan zegt dit document, we moeten het gewoon zelf doen, onafhankelijk. En we moeten waken voor elke vorm van invloed dan ook. 20 jaar later komt er in 2001 het cultuurbeleid Rumba pa Independencia mentaal, dus niet met politiek, maar mentaal, dat van René Reumer, dat eigenlijk vrij naar binnen gekeerd is en zegt we moeten eerst aan onszelf werken als het gaat om cultuur. Dus in deze periode, en ik ga hier wat sneller doorheen, staan eigenlijk drie ontwikkelingen centraal. Kijken naar nieuwe verhoudingen in het Koninkrijk, en de eigen positie daarbinnen, kiezen ook voor afhankelijkheid eigenlijk, maar wel voor mentale onafhankelijkheid. En dan een enorme invloed van decentralisatie. Aruba wil zich afscheiden, betekent dat het archief, naam, alles moest gescheiden worden. Dat heeft eigenlijk 10 jaar lang het hele culturele veld platgelegd. En dat duurt tot 1997, als dan de stof een beetje neerdaalt en er weer verder gegaan wordt met opbouw. Als dat net een beetje zo in diezelfde periode, wordt er ook een integraal beleidskader uitgebracht dat genadeloos is over wat Curaçao eigenlijk doet als het gaat om cultuur. En dit is heel hard aangekomen. Er wordt gesproken over beschamende eenzijdigheid van de investeringen. Met andere woorden, in woorden wilde Curaçao van alles en nog wat, wilde onafhankelijk zijn. Maar in daden, in geld, en ik denk dat ook tegenwoordig culturele instellingen daar nog van kunnen meespreken, werd het woord niet helemaal bij de daad gevoegd. Met andere woorden, er was gewoon geen geld lokaal voor cultuur. En uiteindelijk leidt dat ook tot de opheffing van Sticusa. Niemand heeft er meer zin in. Een hele nieuwe beweging in de jaren 90 zorgt ervoor dat uiteindelijk Willemstad UNESCO Werelderfgoed wordt. Maar gezien de tijd laat ik het even bij die mededeling om toe te komen naar het samenbrengen van deze ontwikkelingen. We hebben dus die drie periodes gezien. En we hebben gezien dat er heel veel gebeurde, vooral vanaf begin jaren 60. Niet pas vanaf 1970, maar vanaf 1961, 62. Daar ging echt de knop om. En zie je dat ook met de hulp van steeds meer mensen die ook daartoe opgeleid waren, cultuur en erfgoed op de kaart komen te staan. En als we dan kijken naar onze naïeve, dan zie je dat in 1966, ik zei net 1967, maar het moet dus 66 zijn. Het ging over de begroting van 1966, maar de aankondiging van het budget was in 1966 de eerste tentoonstelling van Ocalia. Een paar jaar later de eerste tentoonstelling van Nepomuceno. En weer een paar jaar later de eerste tentoonstelling van Olario. Dat past dus helemaal in het beeld dat ik geschetst heb. Die naïeve paste dus helemaal, en dat zij ontdekt werden, past in een bredere context. En die context was misschien niet een institutionele context, was misschien niet de context vanuit de overheid,
maar was wel de context van de samenleving. En zo kom ik tot, overigens veel later, tentoonstelling Miss Lee. Voor mij was Miss Lee Hodge, waar ik nog nooit van heb gehoord, was de grote verrassing van deze tentoonstelling. Zo kom ik tot mijn slotopmerkingen. Als historicus sluit ik het artikel voor het historische boek af met de conclusie dat die nadruk die we steeds leggen op 30 mei als kantelpunt te rigide is en echt onrecht doet aan de werkelijkheid. Bewustwording van het belang van eigenheid zie je al vanaf de jaren 30 en 40. Precies hetzelfde als in de regio. En de manifestatie daarvan, dus de daadwerkelijke activiteiten, zie je vanaf begin jaren 60. Er is een beperkt institutioneel kader, dus beperkte wetgeving en beleid. En het terecht dat daar heel veel ook in literatuur over wordt geklaagd. Maar daartegenover staat, en ik denk dat we daar veel meer ook vaker naar moeten kijken, dat er een heel sterk lokaal cultureel netwerk was. En dat ook echt niet zo eenzijdig was. Waarin dus ook de kunstenaars werden ondersteund. En opvallend is als je al deze, door al die archivalia gaat en ook naar de naïeve kijkt, dat toch wel een hele belangrijke rol ligt bij de Curaçaose vrouwen. Mea Rikes is er één. Natuurlijk ook Nicole Henriques. De Curaçaose naïeven passen dus in de context die ik heb geschetst. Ontdekking in de jaren 60 en een belangrijke rol ook voor hen van het lokale netwerk. Ocalia kwam, was kind aan huis bij Mea Rikes op Bloemhof. En is later heel erg in de lift gekomen dankzij Nicole Henriques. Pater Brenneker heeft een grote rol gespeeld in het contact met kunstenaars op Curaçao. Het waren natuurlijk ook niet altijd de meest makkelijke mensen. En Pater Brenneker hield van niet makkelijke mensen. Hij heeft ook een heel belangrijke rol gespeeld in het steunen. En ook Stanley Brown heeft een belangrijke rol gespeeld in het gewoon verf gaan brengen naar deze kunstenaars. En daarmee sluit ik, en eigenlijk sluit ik af, kijk er rustig naar het kunstwerk van mijn nieuwe ontdekking, Miss Lee. En ja, dat was mijn uiteenzetting. Er is ook nog een vraag, maar de vragen moeten volgens mij bij de borrel of... Ja, ja. Sorry, Carlos. Ik hou afstand. Ja. Het is vandaag Thanksgiving. Oh, ja. Kan je helaas niet wat? Nee. Ja.